Oh. Rudolph the red-nosed reindeer had a little shiny nose. You ever saw him? All of the other reindeer. Rudolph the red-nosed reindeer. Rudolph, with your nose so bright, won't you sing a song to me? Ben je nou klaar? Hoop ik? Hoop je. Zit je straks weer in mijn hoofd? Ja, dat zal wel straks nog wel blijven. Want als ik straks thuis kom, hoor ik het liedje ook weer, hoor. Ja, dat weet ik ook. Nee, kijk, ik ben mijn eigen uit het bij jou zie je niet, hij is naar mij gericht. Ja, dat weet ik, maar toen ik net voorbij liep, ja, toen kwam ik er ook even op natuurlijk. Ja, ik ben even live. Oh. Dat is even om uit te proberen, hoor. Oh ja, is het voor Facebook of zo? Ja. Ja. Ja, ik zit op Facebook en ik heb sinds pas een nieuwe telefoon. Mm. Hij is in zijn maandje nou al. Mm. Ja, en dan met deze telefoon kan ik veel meer dingen. Mm. En dat is juist leuk. Dus nou ben ik live en nu zit ik op een hobbyclubje in Daalmeer. Dus we gaan even gezellig hobbyen. Mm. Met elkaar. En ik ben aan het borduren. Ja. En ik kan het kleuren. En ik kan het plakken. Ja. Ik zal het straks wel even laten zien aan wat die twee aan het doen zijn. Okay. Nou ja, kijk, ik bedoel, ze moeten het natuurlijk ook willen, hè? Ja, nee, ik heb het over jou. Oh ja. Kijk, zij is dit aan het kleuren. Oh god, dan kom ik er op Facebook. Oh jee. En zij is... een kaartje aan het maken. Ja, ik ben een kaartje aan het maken. Nee, jij ook, hè? Ja, ik ook. Maar ja, dan mag je eerst wel even vragen of mensen het willen. Ik zet mijn eigen erop, hoor. Ja, ik heb mijn eigen erop. Ik ga hem toch straks knippen en plakken. Oh, dat ik hem naar mensen richt. Maar ik richt niet naar iedereen. Nee, dat weet ik. Maar ik richt niet naar iedereen. Ik richt hem naar mij. Maar ze willen natuurlijk ook wel kijken wat jullie aan doen. Hij is mooi, die. Deze, hè? Ja. Ja. Maar die ook. Ja, want ik had hem eerst, de eerste had ik dus eigenlijk met viltstift gedaan. Maar dan loopt het toch een beetje ja, wat meer door. Ik vind dat met de potloden mooier. Ja. Als je er last van hebt. Nee. Kijk, en anders gaat daar wel even zitten, hoor. Nee hoor, je mag gewoon tegenover mij zitten. Nou, zien ze het beter. Maar ja, dat moest ik eerst eventjes ontdekken. Of ik het met een viltstift kon doen. En toen denk ik later van, oh nee, hij dipte een beetje door. Maar dit vind ik mooier. Dit is lichter. Ja, dit is ook mooier. Ja. Nou ja, kijk, maar dan moet je eerst eventjes achter zien te komen. Nou, ik was er van de week een beetje missie. Ja. Ik was wel een beetje anders. Ik had al een paar keer gevraagd om het te maken. Nee, nee, nee. Ik wilde hem ook niet doen. Oh, nou, ja. Hij was toch gelukkig, hè? Nou, een beetje. Beetje overslaan. Ja. Nee, lekker even kerstkaartjes, oplegkaartjes aan het maken. Oh, ja. Ja. Moet ik er 10 van hebben? Zo, dit is heel werk als je dat allemaal... Dit heb ik vandaag al bij. Daar kan ik vandaag mee begonnen. Zo. Met al die kleine kleinsteekjes. Ja. Ik maak kaart door met andere handen. En mijn kaartje langs de kant gebruiken. Ja. Dit zijn nou helemaal alleen voor. Dat zijn allemaal andere mensen. Ik heb een kleine.
uit. Nee, ik ben niet vanmorgen mee begonnen met deze. En ik moet nog beginnen. Nou, dan gaan we eventjes aan de gang. Nee, 10 witte en 5 witte en 5 gele ga ik bedoelen. Oh ja, nou leuk. Maar het hoeft niet gelijk allemaal klaar, hoor. Nee. Zo, dan ga ik zelf eventjes aan de kleuren. Want anders kom ik er niet. Nou, zeker. Ja, jippie. Nou, helemaal niet leuk, want ik moet nog mijn rondje lopen. Ik heb nog alleen mijn rondje gelopen, dus. Nou, ik nog niet. Het regent zo hard. Ja, maar ja, kijk, ik bedoel, hij moet toch uit het huur of zo'n beestje. Ja, ik hoef nou geen hond uit te laten, want die is bij mijn ouders. Oh. Dus ik hoef niet naar buiten. Dat mag mijn vader doen. Nou zeg. Kijk, ik bedoel, als je de zo... Hij wou een hond. Oh. Ik dacht dat het jouw hond was. Nee, hij is van ons alle drie. Van mijn moeder, van mijn vader. De hond bij je die wordt helemaal gezien. Ja, maar ik woon alleen niet. Nou, dan denk je, kinderen er meestal anders over, hoor. Ja. Want de eerste 6 weken hebben ze ruzie. Van mag ik de hond uitlaten? Ja, ik wilde op een gegeven moment graag een hond. Ja. En toen zei mijn man, ja, maar dan moeten die kinderen hem ook uitlaten. Ik zeg, maar ik wil die hond, dus voor mij hoeft het niet per se. Maar ze moeten er wel uit doen. Ja, maar dan zijn ze ook gelijk gek op. Maar ja, zoals... Het is allemaal nieuw voor ze natuurlijk dan. Ja, precies. Want zoals vroeger hebben wij dus eigenlijk ook een hond gehad. En toen dachten we dat het een dwerg... En toen dachten we dat het een dwergpoedeltje was. Nou, en zo hadden ze hem ook verkocht. Nou, en toen was er iemand en die had een beetje verstand van hondenrassen. En die zei, maar dit is geen dwergpoedel. Dit is dus eigenlijk een Groenendaler. En dat heeft ook iets te maken met iets van een herder in zich. Oké. Want op het gegeven ogenblik was hij dus eigenlijk een paar maanden. En toen zag je dus eigenlijk aan die grote dikke poten. Je kan het ook al aan de poten zien als ze klein zijn, hè? Ja. Maar ja, kijk, ik bedoel dat moet je ook weten. Ja, als je dat niet weet. Ja. En als je dat niet weet. En sommige mensen die zeggen dus eigenlijk, oh ja hoor, het is een klein blijvend ras, zeiden ze dus. Ja, maar dan is het mijn vader ooit ook een mini-konijn verkocht. Ja, Vlaamse reus. En dat hebben ze van ons ook gedaan. Was een Vlaamse reus. Ja, Vlaamse reus hadden we ook. Zegt ze, ja, dat blijft een klein konijntje. Nou, en toen we hem kregen, was hij heel schattig. Met van die hele donzige kleine krulletjes. Nou, op een gegeven ogenblik, toen dachten we, oh, was hij een maand of 3. Nou, en toen kreeg hij dus van die poten. En toen was het, oh nee, dat is dus eigenlijk geen dwergpoedel. Nee. Nou, kijk eens af. Dat is snel gedaan. Ja, ook. Maar ja, die hebben er ook wel wat van weg. Wil je maar de stekker of schrijf je dat? Nee, dat ga ik ook weer uitsnijden. Kijk. Zal ik het opruimen voor je dit? Uma. Oh, wat een mooie. Leuke. Mooi hoor. Tada. Oh, wat mooi. Is die leuk? Ja. Ik had hem laatst ook gemaakt voor de mensen die ons in de kerk waren, 50 jaar getrouwd.
En dan heb ik gewoon ook rood, maar dan vijf en een ja. Hartstikke grappig. Alleen je moet heel erg voorzichtig zijn, want dit zijn allemaal vloeibare paarsjes. Ja, ja. Heb je laatst ook gekocht? Ja, ik heb ze ook. Ja, die zijn vloeibare paarsjes. Ja. Ik vind ze heerlijk om mee te werken. Ja, alleen ja, het moet even drogen. Ja, het moet even. Ik doe dat altijd, dus laat een hele dag drogen. Dus je moet nu heel voorzichtig zijn straks. Meenemen, ja. En dan kan je morgen zijn ze start. Even kijken, nou, next. Want ja, ze is ook bijna jarig, dus ze moet daar ook weer een kaart van maken. Ja. Ik zal even kijken. Nou, leuk. Kaartje van gekregen. Leuk. Even kijken. Toen heb ik dat ook alweer bedacht. Dat is wel zo, het uitstand zo, met lange draadjes op elkaar wordt. Ja, zeker weten. Afhechten. Want heb je thuis dan ook zo'n machine? Ja, een elektrische. Ja. Ja. Welke heb je? Nou, ik weet het merk ik niet. Ik heb het ooit bij Bol gekocht. Ik heb de Kuttelboek en ik heb de Silhouette Curio. Oh, jij hebt de Silhouette die op de computer kan? Ja, die heb ik ooit ook gehad, die had mijn Marco gekocht. Ja, maar ik heb die Curio, hè? Die kan ook graveren. Ja, maar ik vond het zoveel werk voor als ik één dingetje uit wilde stansen. Ja, dus de computer opstarten. Ja. En dan is de stand is vaak in een hele andere maat dan dat je zelf wil. Ja. Dan moet je allemaal weer aanpassen. Nou, ik vind het veel te veel werk. Laat maar. Ja, ik heb de kut op. Ik zei het toen ook al. En dan moet je dat zeker allemaal weer knippen en dan weer plakken. Nee, dat wordt allemaal uitgezet. Dat doet hij allemaal zelf. Maar je hebt zeg maar software. Ja. Nou, ik zeg maar wat. Dan heb je een boompje. Die kan je eruit laten snijden. Ja. Op je eigen maat hoe je ze wil hebben. Maar de bestand is bijvoorbeeld voor zo groot. Ja. Voor 15 bij 15 zeg maar. En als jij dan denkt, ja maar ik wil maar zo'n klein boompje. Ja. Dan moet je dat weer helemaal uitrekenen. Ja. En dan moet je dat helemaal zo weer opnieuw instellen. Ik vind het ontzettend moeilijk om dat er allemaal zelf in te stellen hoor. Ik heb hem verkocht. Ik zei toen al, ik vind het helemaal niks. Geef mij maar gewoon zo'n snijmachine. Ja. Ja, maar dan hoef je al die malletjes niet te hebben. Ik heb deze ermee gedaan. Oh ja. Hij is een beetje gevaar. Ja, leuk. Ik heb mijn dollar gegraveerd. Oh ja, ik dacht dat het de negerin was. Nee, Madonna. Dat is de hoed. Oh, ik dacht dat het een afro was. Nee, dat is die hoed van de Woosa Girl Tour. Oh, oké. Okay. Die ze altijd op had. Leuk hoor. Nee, ik heb hem al een jaar niet gebruikt, maar hij staat er en als ik met mijn kamer op heb geraakt, kan ik niet gebruik maken. Moet ik ook weer inkopen, want mijn inkt is ook op. Ja, maar ja, toch is het zonde als je een jaar niet iets gebruikt. Nou ja, ik weet wat het is. Het is één grote klerenzooi in die kamer. Nou ja, dat komt. Ik moest er anderhalf jaar geleden moest ik mijn woonkamer allemaal leeghalen. Ja. Ik kreeg een nieuwe raam. Hmm. Dus alles is naar dat hele kleine kamertje gegaan. Maar ja, dan had je in die anderhalf jaar al lang kunnen ruimen. Als je er geen tijd voor hebt. Ik bedoel tijd maken. Ja, maar weet je wat het is? Ik moet alleen maar werken. Hmm. En sinds pas ben ik nou op dinsdag vrij. Hmm. Maar ja, ik ruim wel elke dag wel een stukje op hoor. Mm. Want af en toe, als die kasten allemaal leeg gaan, dan denk je, oh, wat heb ik een bende. En dan denk je gewoon van, oh, dit gebruik ik niet meer, dat gebruik ik niet meer. Nou, en dan ga je gewoon een grote opruiming een keer houden. Nou, eerlijk gezegd, mijn beduurboeken liggen allemaal in die kasten. Dus, En mijn potloden. Mm. Oh, zelf. Wacht even. Ja,
Nou, straks, dat roept je wel.